Goedemiddag lieve vrienden, van harte welkom bij een nieuwe vlog weer van Corina en de Beestenboel. Ik ben laat, het is 14:16. We leven vandaag op 9/2/2019. Het is zaterdag. Ik ben niet in, ik heb knallende hoofdpijn. Karin die heeft al met me gebeld en nou, ik was niet vooruit te branden. Dus ik ben laat uit bed gekomen, ik ben nog maar net beneden. Ja, ik ben wel eerder beneden geweest, kachel aangedaan. Frodo naar buiten gehad, Kandalf naar buiten gehad, al veel eerder. Dus ja, nou ben ik pas aangekleed beneden en maakt ook allemaal niks uit. Maar ik moet verplicht weg, want gisteren, of tenminste afgelopen nacht, ik ben aan het werk op Facebook. Zit ik in ene, zonder computer, zonder licht, helemaal in het donker. Behalve het keukenlicht was nog aan. Maar de kamer, alles was uit. En is het lampje boven de televisie, die viel uit. Die is zwart. Enkel als ik die dus zeg van, ik knal eruit, dan zit ik gelijk hier in het donker. Dan gaat de stop gewoon om, die gaat eruit. Dus ik moet even nieuwe lampjes halen. En gelijk ook voor mijn kast. Dus dat zal ook wel weer een hoop geld kosten. De Action die verkoopt het ook niet meer. Ik heb nog maar één idee. En dat is een winkeltje hier al vlakbij. Daar kun je ook nog een schroefje kopen. Daar kun je ook nog een boutje kopen. Een spijkertje. Weet je wel. Allemaal van een kleine spul. En ja, ik ben niet te zien. Maar maakt niet uit. Ik ga naar de keuken. Ja, dat toen was het nog wazig ook. Maar in ieder geval, daar moet ik even naartoe. Dat is hier vlakbij. En dat is aan de achterkant van Big Bazaar. En, want Big Bazaar, die zegt, ja, met mijn lampen, maar niet al die moderne troep, nou, dat kan ik hier niet hebben. Ik heb sfeerverlichting nodig. Voor mijn kast ook. Ik moet 3 van 7 watt hebben en desnoods 1 van 15 watt. Ja, ik hoop dat hij ze hebt. En anders, ja, dan moet ik via internet gaan bestellen. Maar ik hoop toch dat hij ze nog heeft. Dan ben ik even gered en dan kan ik daarna op via internet gaan bestellen. Ja, toch? Maar oké, okay, ik wens jullie allemaal een genoeglijke, mooie, fijne, liefdevolle, met mooi weer zaterdag toe. Nou ja. Het is wel enigszins wolk, maar ook blauwe lucht. En het is prachtig mooi weer. En het stormt als een raket. Ja. En volgens mij is het ook koud zo aan de deur. Dus kleed je goed aan als je eruit gaat. Ze zeggen doei doei. Ja, daar ben ik weer even. Ja, ik ben weg geweest, boodschappen gedaan. Ik heb de ouderwetse lampjes. Ik denk dat je betaalt de groene schil van ellende, maar ik heb ze. Gelukkig wel. Bij dat winkeltje achter Big Bazaar. En dan weet Karin gelijk wel welk winkeltje. Nou, uit mijn hand. Van mijn hand. Deze is voor het lampje boven de televisie. En dan heb ik 3 andere doosjes. En er zit geen etiket, niks op. Nee, gewoon karton. En die zijn voor de kast. Dus dat gaan we gelijk veranderen. Dan heb ik ook gelijk 3 nieuwe voor in de kast. Terwijl daar nog 2 het voldoen. Maar dan heb ik weer 2 reserve voor nood. Toppie. Goed toch? Ja, vind ik van wel. Maar oké, lieve vrienden. Ik... ben moe, ben door en door koud, want ik ben 2 keer opgehouden met kwek, kwek, kwek. En een vrouw die zegt, wanneer ben je thuis? Ik zeg, ik ben straks thuis. Ik zeg, ik moet naar de foam maar en daarna ga ik naar huis. Oh. Ja, maar ik moet ook nog door. Ze zegt, nou, morgen ben ik thuis. Maandag ben ik thuis. Dinsdag ben ik thuis. Nou ja, ze zal wel even zien en ze vroeg om mijn telefoonnummer. Ja, ik had mijn 06-nummer bij me, dus ja, dat wil ik laten zien aan haar. Wat voor lang nummer? Ik zeg, mijn 06. Oh.
kon ze deur 1, 2, 3 niet onthouden. Nou, het is een pech. Ze zei, nou, ik heb je rode deur gevonden, dus ik kijk wel eens. Want ze wil rondom de tafel met allemaal mensen die een booster hebben. Want er zijn er namelijk problemen met de reparaties. Mandy kan, nou, dik 4 weken wachten tot de booster eindelijk wordt opgehaald om gemaakt te worden. Dan duurt het nog weer minimaal 4 weken. Maximaal wel langer natuurlijk, voordat hij gerepareerd is. Dan duurt het nog weer eens een keer minimaal 4 weken voordat je hem thuis hebt. Ja? Dan krijg je hem alleen er. Maar jouw lichaam kan niet tegen alle boosters. Zoals ik. Nou, ik heb eerst een Elite Sterling gehad. Een Sterling, ja, Elite Sterling. Dat was een oude een die ik had. Daar zat totaal geen vering in. Maar ik kreeg op een gegeven moment pijn in mijn onderrug en mijn bekken. Ik naar de huisarts. En die gaat op de tast en die voelt iets. Komt die erachter dat het ultrazwaar gekneusd is? Ik zei, dat heb je gedaan. Ik zei, nou nee, ik zei sowieso gewoon een normale dagelijkse leven. Ik zei, maar ja, ik ga de booster wel eens weg. Ik zei, wat voor een booster heb je? Ik zei, nou, ik zei, loop je 100 keer langs als ik hier ben. Ik zeg, en jij bent er dus nog niet. Ik zie je komt binnen. Ik zeg, loop je er langs? Ik zeg, hij staat beneden. Hij zegt, oh, hij zegt, is dat donkerblauwe ding? Ik zie, ja, dat donkerblauwe ding. Dus hij naar beneden, liet mij zitten. Hij toen naar beneden, kom weer boven. Hij zegt, maar dat kreeg er totaal geen vering in. Hij zegt, nogal logisch dat jouw onderrug en je bek gekneusd zijn. Hij zegt, je mag er niet eens niet op rijden. Hij zegt, je moet er eentje met een vering hebben. Zijn ze helemaal bezodemieten? Wie maakt er nou een scootmobiel zonder vering erin? Dat is gewoon om even tijdelijk erop te rijden, weet je? Als je niks anders hebt, en dat gewoon tijdelijk. Dat je tijdelijk iets mankeert en daarna weer gewoon kan lopen of zo. Maar nee, maar ja, toen heeft mijn huisarts ervoor gezorgd dat ik degene heb die ik nu heb. Een Solo 3. Nou, dan kun je gewoon met dansen bij wijze van spreken. Ja, daar zit wel lekkere vering in hoor. Ja, als je dan met een auto weggaat, voel je ook wel hobbels en kuilen in de wegen. Nou, dat is met deze net zo. Maar met die Elite die ik had, voelde je het op een andere manier. Het was klaboem, klaboem, klaboem. Het was niet dat hij mee ging met die vering. Nee, het was kaboem, kaboem. Nou, dat is niet lekker. Maar ja, in ieder geval, nou sprak ook nog een vrouwtje, die had ook zo'n booster. Nou ja, dat is niet te doen wel, nee. Maar oké, ik heb ook nog verder boodschappen. Ja, ik heb vleeswaren gehaald en ik heb, lekker, een gerookte makreel gehaald. En ik heb een blik snet gehaald, ik heb broccoli. Ik heb blikjes met vis voor mijn poezebeestje. Eeuwin. Moet het wel willen. Op zijn kop kan ik niet lezen. Voor zalm. Ja. Paté met zalm. Ik heb gewoon een neus voor zalm staat erbij. Lief kopje, hè. Ja. Dus ja, ik heb genoeg om op te ruimen. Ik ga een bakje koffie maken. Uiteraard heb ik een bounty mee. Dus daar ga ik eerst van genieten voordat ik de boodschappen opruim. En ik ben moe en koud. Ha. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie namiddag. Het is net 5 uur geweest. Het is lekker langer licht. Het is nog mooi weer. Oké, er is wel een hoop bewolking over geweest, maar er kwam niks uit. Nee. En ik zag wat lopen. Oh. Hier. Ja. En Frodo het dorst. Mag in de krant dat die eens een keertje drinkt. Hé, ja nou kerel, ja. Nou, ik ga aan de gang, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van alles. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ben ik met de vlog bezig. Kom ik erachter dat ik met mijn hele vlognummers verkeerd bezig was. Ja, ik zat in de 252. Een fout.
is in de 300 al. Dus ja, sorry, mijn excuses daarvoor. De vlognummers die zijn al een heel tijdje verkeerd. Ik zit dus in de 300. En de vlog waar ik nou mee bezig ga, oh, dan moet ik moet het oh, links gaat niet, bij rechts. Daar. De vlog die ik nou straks ga renderen, dat is vlognummer 353. Dus ja, dan weten jullie dat ik dus met de vlognummers verkeerd bezig ben geweest. Dat ik niet in de 200 zit, maar in de 300. En ik hoop dat jullie even goed veel plezier eraan beleven. En ik heb nou hoe mijn week er ongeveer uitzag, zo heet de vlog. En vandaag begin ik met een nieuwe, ja. Dus deze van vandaag komt er nog niet bij. Zien we wel weer wanneer ik dat weer ga doen. Ik heb momenteel niet iedere dag het zin en het fut ervoor om eigenlijk te gaan renderen. En daarbij, ik heb ook nog andere dingen te doen. Dus ja, komt wel weer. Moet eerst opgeknapt zijn en even aan mezelf werken. Maar ik laat jullie niet in de steek. Nee, ik vind het veel te leuk om het verder gewoon te doen. En ja, je toch eventjes je hoofd bij iets anders. Kijk, dat vind ik zo mooi, hè? Zet het bordje leeg, krijg je straks weer. Ja, zal ik zo meteen eerst klaarmaken en dan ga ik de vlog doen. Frodo die is ook aan het eten, Kandel die zit achter de deur te eten, dus lekker, gaat goed. Nou, vrienden, geniet van jullie avond, ga ik ook proberen te doen. Ik moet straks ook nog eten, maar dat komt straks wel. De dieren hebben in ieder geval gehad. En mijn prakkie is eigenlijk klaar, dus ik kan het opwarmen en dan kan ik ook smullen. Ja, ik zou zeggen, tot vanavond. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het is alweer zondag. Ja, het is 2:46 in de nacht. Dus ja, het is mij alweer eigenlijk veel te laat. Maar ik was zo lekker bezig met een meneer aan het chatten op Facebook. En een film naar YouTube gebracht van de hele week. Het is een weekvlog geworden. En ja, zo gaan we verder. Stap voor stap gaan we verder. Hè, Frodo of niet? Jij moet nog naar buiten en het regent. Ja, en dan moet je nog weer drogen. Ook dat nog. Ik zie nou pas dat het regent. Maar ja, oké, niks aan te doen. Ik wens jullie in ieder geval wel een welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En gezond weer op. En een gezegende kerkdienst als je naar de kerk gaat. En een gezegende zondag verder gewenst. Ik zie jullie morgen weer. Doei doei. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is... Hoe laat leven we? Dan moet wel mijn computer het ook al net zeggen. 2:09. Op zondagmiddag, de 10e van de 2e, 2019. Ik zou het om gaan draaien, ja, dat is niet goed. Ewen die wil eten, maar dat moet even nog wachten, want ik ben met andere dingen bezig. Zoals meneertje Frodo in de gaten te houden. Ja, die doet dingen wat eigenlijk mag, maar ja, de regen spoelt het wel weer weg. Dus zometeen naar binnen laten. Dan weet ik niet of Kandel gelijk binnenkomt. Kom je binnen? Hallo? Frodo, het is koud. En het regent. Hallo? Is je weer Oost-Indisch doof? Nou, kom op, gek. Het is koud. Dank u. En de deur weer dicht. Kandel die kwam dus niet mee. Nou, jij je kap af. Goed zo. Die is ook nat. Die zit hier te drogen. Hé. Hey. Moet je weer gek doen. Ja, je hebt eigenlijk een paraplu op dan, hè, met die kap. Je hoofdje blijft droog. Hé? Ja, hè?
Ja, nou, dan zullen we dat meisje te eten geven. Het staat al klaar in de keuken. Hé? Ja, het staat al klaar in de keuken. Hé, vrouwtje heeft het vanochtend nog klaargemaakt. Ja, kom maar. Kom dan. Kom maar, meisje. Ik heb even twee handen ervoor nodig. Ja. En dan zetten we het zo neer. Oh, dan krijgt ze ook brokken. Hé? Ik zit vast, zo. Ja, dan kun je nu lekker smullen. Nou, en dan ga ik even voor Frodo brokken in zijn bak doen. En dan moet ik in die kast wezen daar, dus ik zet jullie even neer. En dan pak ik zijn bak. Dan kan gewoon naar de kast toe. Hé, krijg je brokjes, hè, man? Ja. Zo. Die zijn de brokjes. Zo, nou. Mooi. En dan ga ik een bakje koffie maken. Voor mezelf natuurlijk. En ja, ik zie wel wat ik ga doen. Het is vandaag zondag, rustdag, natte dag. Het is vies weer, grauw, grijs, niks aan. En op de televisie laten ze zien hoe ze kunstoog of die gekke ogen maken voor carnaval of wat dan ook. Ja, hoe ze dat doen en hoe je die in moet brengen. Dus ja, altijd wel grappig even. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet jullie verder van jullie zondag met hetgeen wat jullie doen gaan of aan het doen zijn. En ik zeg tot straks maar weer. Ja, goedenavond lieve vrienden, daar ben ik weer even. Mijn visite die onverwachts aankwam, die zijn weer weg. Dat was Wilma, die hebben jullie al een keer eerder gezien op de vlog. Maar aangezien dat haar vriend erbij was, die wilde niet op. Ik denk, laat ook maar, ik ga ook niet vragen of we het doen. Hè, en dat, die zijn nou net de deur uit, hè? Ja. Hé, kereltje. Ja, hè. Och, goeie toch, hè. Oeh, lekker hè. Even kroelen, man. Ja, even kroelen. En het is ook vies nat weer, mensen. Oh, echt. Hier baalt men toch van. Dit is toch niet lekker weer. Hier ga je toch niet voor naar buiten toe. Dan noodzakelijk. Auw. Laat je nageltjes in je. Ja. Ik hoef geen acupunctuur van je. Nee, je kopje staat zo wat verkeerd op je romp. Hé? Ja. Maar ja, oké. Okay. Maar in ieder geval, het was wel even gezellig. En fijn dat ze bij me waren. En ja, dat vind ik wel prettig. Het zijn lieve mensen, dus ja, waarom niet? En ik hou ook van ze. Want Wilma is dus ook een soort met surrogaatzusje van me. Zet heel, heel, heel erg veel voor ons in het verleden gedaan. En nu voor mij dus nog steeds doet ze dingen. Dus ja, ze is er voor me wanneer het nodig is. En dat vind ik toch wel fijn. Als je zo iemand ook hebt in je leven. Maar oké, okay, ik zou zeggen geniet nog verder. Het is 6:30 geweest. Dus smakelijk eten en een hele fijne avond. En tot straks. Ja, lieve vrienden, het is alweer eigenlijk een maandag, dus ja, ik zeg nog geen goedemorgen. Nee, doet niet. Doet niet, doet niet. Ik zeg wel terug, slaap lekker met mooie dromen. Frodo die wil ook binnenkomen, dus dat doen we ook eventjes. Ja, joh. Zo, dan kan de deur zo meteen op slot. En dan gaan we lekker hogerop. Ja. Lekker een beetje Verenlakerstraat, dan met je kussensloop.
Lekker slapen. En ik hoop dat we allemaal mooie dromen mogen hebben. Maar dat zien we dan wel weer. Ja. En morgenochtend moet ik op bedtijd eruit. Dat heb ik afgesproken met mijn begeleider, want die komt morgen weer. Om 11 uur is hij weer aanwezig. Dus ja, dan moet ik er wel weer zijn. En ik ga proberen mij een beetje morgen weer op te tutten en te doen en te frutselen. Ik zie wel even hoe ik het kan gaan doen allemaal. We gaan nu lekker slapen. Voordat ik straks 10 maal moet gapen. Hé, Frodo of niet dan? Frodotje. Ik zit hier 3 keer vast. Kom eens hier. Kap af. Goed zo. Moet je niet drinken? Moet je niet drinken? Ga eens drinken dan. Ga eens drinken dan. Ja, boven, hè. Boven wil je wel drinken, hè. Hé, boven wil je wel drinken. Hier niet dan. Kom dan, die schikkie. Kom dan. Ja, toch wel. Nog een beetje maar. Nou, dan gaan we de kap eventjes wegzetten. Je moet het wel willen. Zo. Verloren, zowat. En dan ga ik de boel afsluiten. En lekker naar boven toe. Ja. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.